Ook NEC heeft nu te maken met een aantal coronabesmettingen in de selectie. Het zou om 8 spelers gaan. Toch gaat de wedstrijd tegen NAC gewoon door. Het is dus een hele puzzel voor trainer Rogier Meijer om een opstelling te maken. Misschien moet hij zelf wel de voetbalschoenen aantrekken. Ja, ik neem ze wel mee. Je weet natuurlijk nooit. En die jongens zei al, trainer, misschien kun je meedoen. Maar dat lijkt me nou niet echt het verstandigste gedeelte. Nee. We hebben er genoeg, dat sowieso. En we hebben ook genoeg jongens waarvan ik zeg, die hebben de kwaliteit om te spelen. Tot nu toe hebben we 20 spelers gebruikt dit seizoen. Nou, die kunnen allemaal spelen. Niemand is daar door het ijs gezakt. Dus daar heb ik vertrouwen in. Eén iemand is wel een beetje blij met deze situatie. Want die gaat vrijdag waarschijnlijk zijn debuut maken. Keeper Job Schuurman. Ja, dat is natuurlijk heerlijk. Kijk, weet je, hier doe je het al zo lang voor. En ja, op dit moment sta ik er gewoon in dat ik er alleen maar gewoon van kan genieten. En ja, ik ga gewoon mijn best doen en het proberen zo goed mogelijk te doen. Ook bij NAC zijn er nog een aantal coronagevallen, wat het lastig maakt. Want wie speelt daar nu? Ja, ik zou het echt niet weten. Wij hebben verschillende wedstrijden van hun gezien met verschillende formaties. Verschillende spelers. Zij hebben in hetzelfde schuitje gezeten als wij. Ze hebben daar nog een fix aantal blessures bij gehad. Ja, dus we zullen morgen rond 7 uur weten hoe zij ervoor staan. We hebben ook niet te veel de nadruk gelegd op NAC. We hebben meer gekeken naar onszelf. En ja, daar gaan we vanuit. Trainer Rogier Meijer kijkt verder tevreden terug op de eerste periode. Ja, ik denk dat we wel tevreden mogen zijn over de plek waar we staan. We hadden misschien nog wel 2 of 3 puntjes meer kunnen hebben uit wedstrijden. Ik denk dat we in het voetbal stapjes maken. Is nog wel wisselvallig. We geven weinig weg. Dus we zijn wel op een goede weg als team zijnde. En ik vind ook dat je ziet dat het een team is. En dat is wel echt, vind ik, het allerbelangrijkste. De jongens die erin komen hebben een goede rol in het veld. Ja, en dat geeft wel vertrouwen voor de toekomst. NAC tegen NEC is vrijdagavond weer live te volgen bij RN7.